Vandaag is het precies een jaar geleden dat Tim uit Arkel om het leven kwam door een ongeluk. Hij overlijdt tijdens een wurgspel waarbij je je keel afknijpt. De Choking Challenge. Zijn ouders vinden hem onderaan de trap als ze thuiskomen. Hoe gaat het met jullie? Ja, moeilijk. Het is uh, het eerste weekend natuurlijk, of het weekend uh, van een jaar geleden. Dus, uh, het is het afgelopen jaar al heel zwaar geweest. Maar nu komt er nog extra diep bij natuurlijk, dus extra zwaar. Inmiddels is de familie een stichting begonnen om andere ouders te waarschuwen voor gevaren van challenges op internet. Volgens de ouders van Tim is dat hard nodig. Het lijkt erop dat, dat door het internet en vooral door het filmen met de smartphone dat het steeds gekker wordt. De familie wil een website opzetten met informatie over challenges op internet. Daarom is een geldinzameling gestart. Hoeveel geld is er, is er inmiddels al binnen? Nou, inmiddels uh, zaterdagochtend uh, bijna 4000 euro. Dus dat is, dat is heel mooi. In een paar dagen tijd? Ja, vanaf dinsdagavond. Dus dat is boven verwachting, moet ik zeggen. Met dat geld gaan teams' ouders gauw aan de slag. De website moet er snel komen. De naam is er al. We noemen het Tim, en dat is dan tegen internetmisstanden. Dus dat ook dat Tim hierin voortleeft. En dat het, we doen het echt uit naam van Tim om anderen te waarschuwen.